Nog maar een keer over hetzelfde onderwerp. Want vandaag krijgt het verhaal over de kinderopvangtoeslag een nieuw hoofdstuk. Nu blijkt dat de Belastingdienst meer van zwarte lak houdt dan de gemiddelde SM-meesteres. Het feit dat niemand op het Belastingkantoor gedacht heeft, joh, deze ouders zijn al behoorlijk gedupeerd. En de staatssecretaris heeft op het matje moeten komen voor het achterhouden van informatie. Iedereen is woedend over hoe wij tot nu toe met deze mensen zijn omgegaan. Laten we even heel zorgvuldig zijn en ze alle informatie geven waar ze recht op hebben. Kan twee dingen betekenen. Ofwel, er werken mensen bij de Belastingdienst die nog steeds geen idee hebben van wat ze nou verkeerd hebben gedaan. Of er werken mensen bij de Belastingdienst die het heel leuk vinden om de staatssecretaris te zien zweten in de Tweede Kamer. Zou mij niks verbazen als dit gewoon het werk is van een clubje verveelde belastingambtenaren die morgen met een krat bier en een paar zakken chips bij elkaar gaan zitten met een livestream van het Kamerdebat levensgroot op de beamer om goed te kunnen zien hoe het gezicht van Menno snel van kleur verschiet en zijn bril zachtjes naar beneden glijdt op zijn steeds bezwetere neus. Hopen dat hij in alle stress weer mompelt dat die ouders gewoon de belastingtelefoon moeten bellen. Dat was echt een hoogtepuntje vorige week. Wat hebben ze gelachen. Leuker dan Ajax. Ik weet trouwens niet welke van die twee erger is, incompetentie of kwaadaardigheid. Het moet in elk geval één van de twee zijn. Allebei tegelijk kan ook, maar dat is wel erg onwaarschijnlijk, want als je incompetent en kwaadaardig bent, lukt het je zelfs niet om mensen kapot te krijgen. Gargamel van de Smurfen, die was incompetent en kwaadaardig, maar die kreeg verdomd weinig voor elkaar. En ik moet zeggen dat ik met de kennis van nu zelfs ook steeds meer sympathie voor Gargamel ga voelen. De frustratie van jarenlang worden tegengewerkt door blauwe mannetjes, dat moeten ouders die slachtoffer werden in dit verhaal bekend in de oren klinken. Wat mij inmiddels op begint te vallen is dat dit schandaal niet eens een uitzondering is. Eigenlijk is dit een verhaal waarin juist heel veel trends van de afgelopen jaren samenvallen. Om te beginnen een steeds ontransparantere overheid die met tegenzin informatie vrijgeeft en daarin dan nog zoveel mogelijk probeert weg te strepen. Het bonnetje van Fred Teven was pas het begin, blijkt nu. Telkens als er ergens een probleem opduikt, is de eerste reactie ontkennen, wegmoffelen, aflakken en achterhouden. De tweede trend die we dan zien is dat er een rechter aan te pas moet komen om de boel te corrigeren, of het dan gaat om CO2-uitstoot of stikstofbeleid of uitzetten van asielzoekers of de kinderopvangtoeslag. Pas als de rechter een onomkeerbare uitspraak heeft gedaan, komt onze overheid in beweging. Vaak trouwens om hoger beroep aan te tekenen. En als dat al mislukt is, dan gaat iemand eens kijken wat nou het probleem was. Het leukste is als er dan ineens documenten blijken te zijn waar de betreffende minister zelf niet eens van af weet en dat die daar dan in de Kamer ineens mee geconfronteerd wordt. Er zijn de afgelopen jaren opvallend veel bewindspersonen door hun ambtenaren in de nesten gewerkt. Mark Rutte heeft daar veel collega's aan verloren. Dat is trouwens ook een opvallende trend. Mark Rutte zelf blijft altijd onaangetast. Hij wenst zijn minister of staatssecretaris binnenkamers veel succes. Dan zegt hij in een camera alle vertrouwen te hebben in zijn capaciteiten. Dan weet iedereen al dat het niet heel lang meer kan duren. Dan laat hij de betreffende bewindspersoon spartelend ten onder gaan in een kamerdebat, waarna de bekende knuffel des doods in vak K volgt. En dan benadrukt hij nog even dat het een persoonlijk drama is om zo'n getalenteerd bestuurder te zien vertrekken. En dan begint het hele rondje weer opnieuw. Je gaat je bijna afvragen of onze premier misschien iets met deze cultuur te maken heeft. Het is inmiddels toch alweer ruim 9 jaar geleden dat Mark Rutte aan de macht kwam. 9 jaar alweer. Er zijn Belgische wonderkinderen die al 3 academische studies gestopt hebben zonder ooit een andere Nederlandse premier gekend te hebben dan deze. Maar het lijkt er toch op dat hij ook deze keer buiten schot blijft. De grote vraag is nu vooral of Menno Snel het kerstreces gaat halen als staatssecretaris. Ik denk dat het hem wel gaat lukken. Hij heeft namelijk al wel een ontslagbrief laten opstellen, maar door zijn ambtenaren. En daarin is zoveel zwart gelakt dat de koning nooit zal snappen wie die nou naar huis moet sturen.